Het ministerie van Volksgezondheid is bezig de klachten over toenemende rookontwikkeling in het land te evalueren en met lokale autoriteiten de oorzaken te achterhalen, alsook welke passende maatregelen getroffen kunnen worden. Het ministerie adviseert burgers voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals binnenblijven en het gebruik van luchtreinigers, en roept op tot kalmte en samenwerking. Het publiek zal op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen. Het Verkeersveiligheidsinstituut heeft voor de maand juli een verkeerseducatieprogramma in de planning om verkeersongevallen te verminderen. Het programma begint op basisscholen met een uitbreiding naar middelbare scholen. Leerlingen kunnen bij goede resultaten worden beloond met bijvoorbeeld een bromfietscertificaat of een equivalent van het theoriegedeelte van een rijbewijs. Dit programma is bedoeld om de kloof tussen verkeerslessen op school en praktijkervaring te overbruggen. Het Hof van Justitie heeft op 20 maart 2024 besloten dat de veroordeelden in het decembermoordenproces niet ontvankelijk zijn in hun verzoek om het vonnis van 20 december 2023 niet ten uitvoer te leggen. Het Hof overweegt dat dit een supra-hoger beroep zou creëren, wat niet past binnen het gesloten systeem van rechtsmiddelen. Ook zijn de veroordeelden niet ontvankelijk in hun beroep tegen het besluit van de procureur-generaal, omdat geen wetsartikel de president van het Hof aanwijst als beroepsinstantie tegen een besluit van de procureur-generaal.